Ja, we hebben het bezoekerscentrum van de Grebbelinie achter ons gelaten en we zijn noordwaarts gegaan richting Leusden. Om eens te kijken van hoe werkt zo'n waterlinie nou eigenlijk? Hoe zet je dat onder water? Wat komt daarbij kijken? Ja, dat is hier heel mooi te zien, hier bij Leusden. We staan hier eigenlijk bij een sleutelpunt in de Grebbelinie en dat is hier zo'n sluis. Het eerste wat je moet doen is ervoor zorgen dat het water ergens wordt tegengehouden. Nou, een aantal van die sluizen in de Gelderse Vallei die doen dat. Daardoor kan het water in het Valleikanaal stijgen. Dat water wil aan twee kanten weg. Aan de overkant ligt de liniedijk. Maar aan deze kant heeft hij alle ruimte om straks dat land in te gaan. En daar gaat de hele kom, zoals dat heet, onder water staan. De Asschatter Keerkade met het donkere deel, dat staat onder water. En aan de noordzijde zien we de voetpadkom richting Amersfoort. En aan de zuidzijde is de vijfde of Asschatterkom. Want hoeveel van die kommen zijn er eigenlijk tot Spakenburg? Nou, afhankelijk van de tijd, maar gewoon deze periode zeg maar, zijn er zo'n 11 te onderscheiden. En die zijn dan gescheiden door dwarskaders. Die liggen dwars, dus loodrecht op de liniedijk. En dit is een kade, de Asschatter Keerkade. Hoe werkt zo'n keerkade eigenlijk? Nou, op het moment dat dat water buiten zijn oever treedt van het Valleikanaal, dan begint dat water tegen die kade aan te lopen. En dat loopt dan net zo lang door totdat het hogere grond tegenkomt. En dat betekent dat het hele gebied aan de zuidkant van deze kade onder water komt te staan, kniediep. We lopen hier richting een tankhindernis. Oh ja, ik zie hem al, daar. Ja, we staan hier op de keerkade en aan beide kanten stond het onder water. Maar wat is nou het bijzondere aan deze constructie die we zien? Nou, ten eerste is het een tankversperring en daaraan kan je goed zien dat men bang was dat eventuele vechtwagens of tanks hier over de kade richting het westen zouden rijden. Die kan je dan tegenhouden. En verder is de hele type constructie bijzonder. Hij is ondiep en dat komt omdat ze wilden voorkomen dat over dit dijkje hier straks water door zou sijpelen. Dus dit type we zien we niet zoveel. Nou gaan we dus richting dat stukje loopgraaf, waaraan duidelijk mooi is te zien. Waar diende dit precies voor? Nou, het was in feite mogelijk dat de vijand de liniedijk verderop zou aanvallen. En hier vanaf deze keerkade kon je de vijand in de flank, in de zijkant beschieten. En dat kon je het beste doen vanuit zo'n kazemat met een mitrailleur. We zijn het begonnen bij de sluis. Vervolgens zijn we de kade opgelopen richting tankversperring. En nu staan we bij nummer 40. Dat is de eerste de beste betonkazemat. Is hier nog daadwerkelijk gevochten in de meidagen van 1940? Ja, op 12 mei arriveerden hier Duitse troepen, snelle troepen. En die kwamen bij de Asschatter Keerkade terecht, waar ze werden beschoten door de mensen vanaf deze kade. En hier zien we zo'n kazemat hè, met nummer 40. Dat is ook origineel, althans het plaatje niet, maar het nummer wel. Die is later gereconstrueerd. En we zien ook die vlektekening. Hoeveel kazematten zijn er eigenlijk gebouwd? Is dat bekend? Ja, en deze kazemat staat op de keerkade naar het noorden gericht, hè? Ja, op deze kade zien we zowel kazematten op het noorden als op het zuiden gericht om de vijand in de flank te treffen. Nou zien we hier geen ingang, maar als we hier gaan graven, dan zouden we hier de ingang treffen waar de militairen naar binnen kropen om richting lichte mitrailleur te gaan, die daar in de verschillende schietgaten konden worden geplaatst. Overigens, het was er maar één. Hier hebben we nog een bijzondere kazemat. Dat is wel aardig om te zien. Het is een flankerende betonkazemat. Hier zit de ingang. En hier zit het schietgat. Helemaal verdekt voor de vijand. Die zou niemand kunnen zien. Oh ja. Ja. Een zware mitrailleur. Ja. En het grasdek, was dat voor camouflage ook bedoeld? Ja, toen was het bedoeld als camouflage voor de vijand. En nu is het een hele mooie ecologische oplossing. Zodat de vleermuizen een stukje extra dekking hebben met koelte in de kazemat waar ze wonen. Kijk, dat is mooi. Zijn ze blij mee?
Er zijn hier twee dingen te zien, hè? Ik heb net iets verteld over de kleuren. Dit zijn nog de originele kleuren uit de oorlog. Dus hier van bruin en geel. Dat zijn dezelfde kleuren die we net zagen op de kazemat. En daar zien we het vlieggat van de vleermuis. Dit is de zogenaamde zevenklapper. Dus daar zaten zeven schietgaten in. We zien er ook luikjes in zitten. En daarin weer schuifjes. En die schuifjes die waren bedoeld om een geweer eventueel in te leggen. Of om naar buiten te kijken, want binnen was het natuurlijk heel erg onduidelijk wat eraan kwam. Dit is wel een joekel van een kazemat, hè? Ja, voor Grebbelini en Nederlandse begrippen is dit een hele grote kazemat. Twee ingangen, dat is al heel wat. En zeven schietgaten die dit hele terrein bestrijken. Maar dan moeten we er overigens niet aan denken dat er overal lichte mitrailleurs in zaten. Er was er één, dus ze moesten zelf maar bedenken waar de vijand vandaan kwam. Nou, we kijken hier naar iets wat er eigenlijk uitziet alsof er een of ander Duits geschut de kazemat heeft getroffen. Maar het heeft te maken met landmijnen die tot ontploffing zijn gekomen hier. Die waren verzameld in 1945 in de kazemat. Dit lijkt wel een originele loopgraaf. Nou, dat is het ook. En we zien ook dat dat zigzagt. En dat was precies wat loopgraven deden. Om te voorkomen dat te veel militairen zouden worden getroffen bij een inslag. Hier zien we ook zo'n uitsparing waar eventueel een mitrailleur kan worden opgesteld. En hier nog één. Hier nog één, ja. Nou, er is hier iets ergs gebeurd vlak voor het einde van de oorlog. Ja, precies. 27 april zijn hier vier mensen om het leven gekomen. Dat waren geen militairen, maar die bevonden zich hier tussen de vechtende partijen. En die zijn door Duitsers opgepakt en hier neergezet en doodgeschoten. En het monumentje herinnert daaraan. We hebben gewandeld tot het kruisje hier en dat is de plaats waar het monumentje nu staat. Voor mensen die meer willen zien van de Aschattenkeerkade, ja, die kunnen zelf de wandeling helemaal afmaken tot de Aschattenweg. We hebben de auto in Amersfoort neergezet en we gaan nu richting een soort bosje waar vroeger de Hooglandse weg was met een tankversperring en dan gaan we richting Eem en daar ligt het werk aan de glashut. Ja, we staan in Amersfoort bij het einde van het Valleikanaal. Hoe gaat het dan verder met die Grebbelinie? Ja, om nou te voorkomen dat we dat water kwijtraakten, waren er sponningen gemaakt waar schotbalken in pasten, zodat je het water hier kon tegenhouden en opstuwen. Het is toch aan de overkant waar de Valleikanaal in de Eem stroomt, hè? Ja, precies. Hier is het Valleikanaal en daar zien we de Eem aan de rechterzijde en links de Eemhaven. Ja, we staan hier op een oude structuur, de oude Hooglandse weg. En vanaf die kant, hè, daar gaan we richting werk aan de glashut en de Eem. En dit is de weg richting Amersfoort. En om te voorkomen dat de tanks richting Amersfoort zouden oprukken, is hier een tankversperring gemaakt. Die is nog heel mooi zichtbaar over de volle breedte van de weg. Hier zien we zo'n deksel en die sloot als het ware de ruimte af waar zo'n ijzer of zo'n metalen paal in werd geplaatst, een asperge in de richting van de tanks. Die zou het moeten afsluiten. Ja, waarom heet het hier het werk aan de glashut? Dit verdedigingswerk is genoemd naar een glasblazerij die hier aan de Eem stond. En dat was een dermate bijzondere plek dat ze het werk, het verdedigingswerk hier naar die glasblazerij hebben genoemd. Oké, die is er niet meer? Die bestaat niet meer. Nee, daar maakten ze toen flessen. En hier zien we de grachten en daar zien we ook al een Nederlandse kazemat liggen. Met de schietgaten duidelijk zichtbaar onder de bomen daar. En hier die grachten die zouden moeten voorkomen dat een aanval bij Hoogland werd geplaatst. Hoogland ligt hoog. De naam zegt... Ja, we staan hier eigenlijk bij het derde zwakke punt in de Grebbelinie. We hadden al de Grebbeberg, we hadden het bezoekerscentrum en we staan hier bij het werk aan de glashut. Waarom is het een zwak punt? Ja, we zijn hier bij Hoogland. Hè? De naam zegt het al. Een waterlinie houdt niet van Hoogland. Dus hier kon een vijand gewoon aanvallen. Ja. En daarom ligt hier dus een fortificatie, het werk aan de glashut. Ja. En kunnen we erin? Eén keer per jaar met Monumentendag, dan kunnen mensen zich aanmelden. En met de Stichting Grebbelinie wordt dan een mooie wandeling gemaakt over dit verdedigingswerk. Zijn deze kazematten al allemaal hetzelfde? Deze lijken hetzelfde. Het zijn zogenaamde stekelvarkens vanwege deze uitsteeksels. Maar er zijn type verschillen. Hier zien we de ingang een beetje rechts. En dat komt omdat het hier een zware mitrailleur in zat.
En ook is de platte grond wat vierkanter dan de rest. Dat betekent dat de mitrailleurschutter links en rechts kon schieten. Dus langs de dijk waar een eventuele Duitse aanvaller kon aanvallen. Ja. Het schootsveld is minder frontaal. Nou, we hebben nu heel wat plekken gezien van die Grebbelini. En als we nou alles op de keper beschouwen, wat is nou de betekenis eigenlijk van die Grebbelini geweest in verdedigingsopzicht? Ja, kijk, natuurlijk, er bestaan geen verdedigingswerken die alle vijanden kunnen tegenhouden. Maar ze hebben, die Grebbelini die heeft zijn rol gehad in de geschiedenis. En wat vooral bijzonder is, het is een unieke structuur die veel vertelt over de geschiedenis van Nederland, over diverse perioden. En het is nu natuurlijk ook een prachtige natuurzone waar dieren zich kunnen verplaatsen en waar je als recreant kan vertoeven. Dus we kunnen hier nog veel van leren en we kunnen ervan genieten. Vooral dat laatste zou ik zeggen en ondertussen leren we van alles. Oké. Okay.